Gaan we nu door met de volgende zaak. Die speelt zich af in Breda. Daar leidt een serie incidenten die gericht zijn op één familie tot grote onrust. De politie heeft inmiddels enkele verdachten opgepakt, maar die bedreigingen gaan nog steeds door. Ik zie een handgranaat op scherp bij de bakker. Paris Bakker Boulangerie. Ze zijn nog bezig. Kunt u zo snel mogelijk komen? Ze staan er nog. Oké. Zo snel mogelijk. Dit telefoontje kwam binnen in de nacht van 23 mei bij onze meldkamer. Nou, mijn collega's treffen inderdaad bij bakkerij Boulangerie Paris hier aan de Baliendijk in Breda een granaat aan die op het rolluik zat. Levensgevaarlijk, ook omdat de bakkerij aan een straat zit waar veel horeca zit, waar veel bedrijvigheid is en het dus vaak nog druk is. De granaat wordt onschadelijk gemaakt door de explosieve opruimingsdienst. Op last van de burgemeester wordt de bakkerij korte tijd later gesloten. Diezelfde nacht wordt er ook een melding gemaakt over een brand bij budgetbanden. En dat is hier aan de Kleine Krocht in Breda. En die bandenhandel is van dezelfde familie als de bakkerij. Het zit in de fik. Het zit in de fik helemaal. Ja, maar wat brand, net, hè? Ik zie auto's, de gevel. Ik zie net twee jongens wegrennen. En hoe zagen de jongens eruit? Helemaal in het zwart gekleed. Okay. En ze stappen nu op de brommer. Als mijn collega's hier gaan kijken, blijkt dit belletje loos alarm. Maar een week later, in de nacht van 29 op 30 mei, wordt er opnieuw een melding gedaan over een incident bij budgetbanden. En dit keer is er wel iets aan de hand. Er is een granaat achtergelaten die diezelfde nacht nog onschadelijk wordt gemaakt. Twee incidenten in één week tijd bij twee bedrijven van dezelfde familie. Met als oorzaak vermoedelijk een conflict in het criminele circuit. Ook het bedrijf budgetbanden is inmiddels gesloten op last van de burgemeester van Breda. Bij het besluit speelt mee dat de bedreigingen een lange voorgeschiedenis hebben. Op 18 oktober 2020 wordt een van de familieleden beschoten voor zijn woning in de Bruno Renaarstraat in Breda. Het slachtoffer komt met de schrik vrij. De schutter vlucht op een scooter. Amper twee dagen later, in de nacht van 19 op 20 oktober, wordt bij bakkerij Boulangerie Paris aan de Baliendijk in Breda een handgranaat aangetroffen. De politie vindt ook een aantal patronen op de grond. Inderdaad, bij dezelfde bakkerij als afgelopen mei. Op 22 januari treft de politie een kneedbom aan die aan het hekwerk van het bedrijf budgetbanden is bevestigd. Voor het pand liggen ook patronen van kogels. Op 25 februari wordt de woning van een van de broers van de familie in Oudenbosch bezocht door drie personen die dringend op zoek zijn naar één van de broers en hem proberen af te persen. Inmiddels is nog steeds niet duidelijk wie er achter al deze intimidatie zit en welk conflict daar nou speelt. We hebben vanavond aanknopingspunten waar u over mee kunt denken. We hebben beelden en geluidsfragmenten. Allereerst de bewakingsbeelden van de laatste incidenten in mei. Het blijkt dat de bedreigingen door iemand op een fiets worden uitgevoerd. In de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 mei rond 12:30 s'nachts zet iemand zijn fiets neer aan de Baliendijk en bevestigt dan een granaat aan het rolluik van bakkerij Boulangerie Paris. Wie vermoedt wie deze fietser is? Een week later, in de nacht van 29 op 30 mei, fietst een persoon over het industrieterrein in Breda-Noord. Bij het bedrijf Budgetbanden aan de Kleine Krocht keert hij plotseling om. Een van de bewakingscamera's reageert op de beweging en volgt de fietser. Later blijkt er een granaat achter te zijn gelaten. Kan het dezelfde persoon zijn of zijn het meerdere daders? Wie heeft deze fietser of fietsers gezien of herkend in de nacht van 23 of 30 mei? Naast de beelden vinden we ook de 112-telefoontjes opvallend. En wij denken eigenlijk dat die gedaan zijn door iemand die meer over deze bedreigingen weet. Dus we hopen dat er mensen zijn die ons meer kunnen vertellen over deze beller of bellers. Ik zie een handgranaat op scherp bij de bakker. Paris Bakker Boulangerie. Ze zijn nog bezig. Kunt u zo snel mogelijk komen? Ze staan er nog. Oké. Okay. Zo snel mogelijk. Het zit in de fik. Het zit in de fik helemaal. Ja, maar wat brand, hè? Ik zie auto's, de gevel. Ik zie net twee jongens wegrennen. En hoe zagen de jongens eruit? Helemaal in het zwart gekleed. Okay. En ze stappen nu op de brommer. Ja, ik zag net twee opvallende mensen. Ik liep net langs en ze waren bezig bij de hek. En ik zat even mee te kijken en ze zijn weggegaan. En ik zie een handgranaat liggen.
Herkent u deze stem van de 112-melding of herkent u een van de fietsers? Weet u wie daar achter deze bedreiging zit? Of welk conflict daar speelt in het criminele circuit in Breda? Help dan. Help nieuwe incidenten ook voorkomen. Want er is echt het risico dat er willekeurige slachtoffers kunnen gaan vallen. Tip kan via onze site of bel. En dat kan dus ook volledig anoniem of vertrouwelijk. Anoniem tippen kan bij M op 0800 7000. Of dus bij het team Nationale Inlichtingen. U ziet het nummer in beeld, maar ook op de site.